De stad Los begint. Toen ze begonnen zeggen dat wij uitgeprocedure was. En de kinderen zijn onbekend in het systeem. De advocaat heeft beroep ingediend. Wij zijn in 2012 september in de gemeente gegaan. En de gemeente behandelt de procedure voor de kinderen. En toen zeggen de burgemeester dat wij moeten wachten tot de beslissing uitkomt. Maar het was niet makkelijk omdat de dienstrokker zit achter ons. Ze moet ons sturen. Eén dag, ik hoor de politie bij ons deur om te zeggen, mevrouw Cissé, ja, alles is voorbij, je moet terug naar je land voor herkomst. Ik zeg, ja, maar je hebt geen tijd, je hebt alleen 15 minuten om alles in te pakken. Ik zeg, dat kan niet. Ik zeg, na 12 jaar zit ik hier, moet ik 15 minuten mijn spullen opruimen. Dat kan niet. Ze zegt, morgen word je uitgezet met je kinderen uit je land. Ik zeg, dat kan niet. Omdat de kinderen kennen mijn land niet. En dat land is gevaar. Ik heb geen verblijf voor kinderen nodig nu, maar ik heb mijn veiligheid nodig met mijn kinderen. Zonder bewijs of genoeg papier, deze kinderen zijn niet welkom. Neem de familie terug. En toen heb ik gevraagd, waar zijn mijn spullen? Ze zeggen, ja, de spullen kan niet meer. Dat moet achterblijven. Misschien na een week, je krijgt je spullen terug. Maar dat was niet gebeurd. Alles was achtergebleven. Ja, ik heb bijna alles kwijtgeraakt. Ik was buiten aan het voetballen met mijn broertje. Ze zag ik mijn moeder een beetje blij kijken. Dus we gingen naar binnen. Al mijn vrienden gingen mee te vertellen mijn moeder dat we Nederlands paspoort hadden gekregen. Toen waren we blij. Ze hebben de kinderen gemaakt als Nederland kinderen nu. En de beslissing was gekomen uit de gemeente geworden, omdat de procedure voor de kinderen begon daar. Door de kinderen heb ik mijn verblijf voor kunnen gekregen. Voor mijzelf, ik wil graag naar school gaan. Dan later wil ik graag werken bij thuiszorg. En mensen en oud mensen helpen. Dat wil ik graag in de toekomst doen. Wat wil jij later worden? Voetbal. En wat doe jij? Voetbal worden. Ik ben Bossa.